Gemeente, wij zijn niet in de kerk gekomen vanmorgen alleen maar om veroordeeld te worden. Natuurlijk, de ontdekkende functie van de wet brengt ons aan de grond. Maar weet dat Jezus gekomen is om u te behouden, om jou te behouden. Niemand niet. Dat staat hier in onze Bijbel. Behouden. God komt vandaag niet met deze boodschap tot ons, opdat we voor eeuwig veroordeeld zouden worden. Maar behouden. Hoe? Door het zien op de koperen slang, op Jezus. Wie in hem gelooft, zegt vers 18, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, terwijl die niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Kijk, daar ziet u toch wel onze verantwoordelijkheid. En waarom het gaat, geloof of ongeloof. En dan roept de Heer ons toe om ons betrouwen op hem te stellen die gekruisigd is. Zo werkt God het geloof in de wedergeboorte. Door het woord. Een voorbeeld, Petrus op Pinksteren. Hij stelt aan heel die menigte de gekruiste zaligmaker voor Jezus. Hij eindigt daar heel duidelijk mee, maar heel zijn preek zit er vol van. Telkens gaat die vinger naar boven, deze Jezus... Die heeft God opgewekt, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. En dan is het zaad van de wedergeboorte gevallen. En het hart wordt verbroken omdat de Heilige Geest het behaagt om daarin mee te komen. En ze krijgen de schuld naar zich toe. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om zalig te worden? En Petrus zegt, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Dat is de weg die hij wijst. De vergeving van zonde door het bloed van Christus is er door het zien op de koperen slang. Dat is de weg die hij wijst. En dat is de ruimte voor u en voor mij. De Heer Jezus zegt niet, Nicodemus, nou moet je in het rijk van God komen door de wedergeboorte, maar dat is ontzettend moeilijk, want de poort is zo eng, daar kun je eigenlijk verder niet zoveel aan doen. En dan moet je maar afwachten of je er ook bij mag horen. Nee, hij zegt, weet je wat je moet doen? Je moet zien op de koperen slang. Je moet geloven in de gekruisigde zaligmaker. Terwijl hij weet dat het de Heilige Geest is die dat geloof levenwekkend werkt in het hart van mensen. Om zo op Jezus te zien. Blijkbaar zijn wedergeboorte en geloof in de Heer Jezus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuurlijk is er toename in de kennis van Christus, zeker. Er zullen hier mensen zijn of jongeren die de Heere mochten lief krijgen en heerlijkheid in Christus zien en die nog niet durven zeggen, ik weet zeker dat hij mijn borg is. Ja, daar moet het geloof voor geoefend worden, dat moet groeien, dat verlangen, die begeerte naar hem, om door hem verlost te zijn, ook van de heerschappij van de zonde. De Heere wil dat voeden en hij wil dat versterken en hij wil dat we daarin groeien, opwassen in de genade. Maar de wedergeboorte en het geloof in Christus hoort bij elkaar. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dat is even wat. Maar God straft de zonde geen twee keer. Gemeente, we moeten allemaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is heel ernstig. Wie weet hoe spoedig. Wie weet hoe spoedig dat je daar persoonlijk staat. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Ja, maar ik vind dat zo moeilijk en ik kan het niet en... Maar waar moet het vandaan komen, lieve mensen? Van God toch? Dan mag je toch neerwerpen als een voeten. Als een arme verloren zondaar. En dan mag je je onmacht belijden. En zeggen, Heer, ik weet niet hoe het moet. Geef me handen om aan te pakken. Maar het moet van u vandaan komen. En bij u is het zo rijk en zo heerlijk. O Heer, wilt u mijn dorst lessen? Geef mij dat levende water. Heeft de Heere Jezus ooit iemand teruggestuurd die in de nood van zijn leven de toevlucht tot hem genomen heeft? Christus is gewillig om u, om jou, zalig te maken.
Zo gewillig als hij hier is om Nicodemus uit het leven, uit de dood tot het leven te brengen en de weg te wijzen. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Zie je het, hoe verantwoordelijk we zijn? Geloof je het ook echt? De Heer Jezus spreekt met twee woorden. Hij zegt niet alleen de mens moet wederom geboren worden, maar hij zegt ook hoe dat kan. En welke ruimte er ligt om in het bloed van Christus te naderen tot God. Zeker de wedergeboorte is van ons uitgezien de enge poort, een enge poort. Maar bij God vandaan is het zo ruim. Zijn bloed is gestort tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Gemeente, u en ik moeten gereinigd worden en jullie ook, jongelui. En zelfs onze kinderen. We moeten niet alleen wedergeboren worden, we kunnen het ook. Dat wil de Heere zeggen in die uitleg van de versen 15 tot en met 16, 14 tot en met 16. Gemeente, God gaf zijn zoon ervoor over. Zo lief had hij de wereld. Wat u en ik nodig hebben om voor God te kunnen bestaan, is maar één ding. Eén ding is nodig. Een door Jezus bloed gereinigd